Wat is Marieke's stopwoord? Ja, daar heb je er veel van. Zegt Mr. Stopwoord hemzelf. Je hebt lekker schat. Even, denk niet meteen die context. Hallo. Hi, leuk dat je kijkt. Je komt weer meer over ons te weten. Wij overigens ook over elkaar. Naar aanleiding van de vorige aflevering hebben we nog wel een tijdje stevige ruzie gehad. Maar goed, we gaan kijken hoe het vandaag weer gaat. Let's go met de eerste vraag, Tom van Intercom. Wat is Matties beste excuus om een afspraak af te zeggen? Meteen kunnen schrijven. Oh, sorry, vergeet de mop. Stond niet in mijn agenda. Oh, sorry mop. Was dat vandaag? Mop, sorry. Sorry mop. Ja, nee, ik heb sport. Ik heb het helemaal niet in mijn agenda staan. Mop, sorry mop. Ik heb een andere afspraak. Ja. Ik ben gewoon altijd, als ik ergens ben, vraag ik me altijd af, had ik nu ergens anders moeten zijn? Dan zeg ik, oh ja, is goed. En dan denk ik, ik zet het nog wel even in mijn agenda. En 2 minuten later, echt, wat dat betreft ben ik als een goudvis. Ik ben het gewoon vergeten dan. Wat doet Marieke het liefste op een eerste date? Wat denk jij? Gewoon eten. Gewoon gezellig eten. Zo, meteen eten? Even ergens een restaurantje in Amsterdam. We hebben er genoeg van. Wel meteen heftig hoor, meteen eten, toch? Want als je dan niks aanvindt, dan zit je meteen te eten. Daarom kies ik voor drankjes met alcohol. Soms kun je aan het begin van een date denken, maar na 2 wijn kun je denken, Dat is de knapper met wijn. Ja, dat klopt, ja. Dat is de knapper met wijn ratio. Ja. Ga jij meteen eten? Ik zou wel meteen gaan eten, ja. Of naar een pretpark. Efteling? Sta je wel niet vaak hier? Hoe ga jij over tot de eerste zoen? Hoe doe je dat? Maar ik zit nog bij mijn vaak hier. Kom je vaak hier? Wat is Matties verborgen talent? Je moet echt een keus maken. Knipperlicht nadoen. Dat klopt. Kun je het thuis proberen? Het beste werkt nog met een slokje koffie. Tom, goed je het echt te zien. Tom van Intercom, wat is je vraag? Vroeger had ik een poster, een pikante poster, van een Nederlandse BN'er op mijn kamer hangen. En de vraag is, wie was deze vrouw? Een pikante poster. Katja Schuurman. Ja, ik dacht, dat is misschien een beetje na Tom zijn tijd. Dus ik ben voor Nicky Plessen gegaan. Dat was natuurlijk een soapactrice toen. Had gekund. Ja. Maar het is Sylvie Meis. Sylvie Meis? Ja. En wat vind je zo aantrekkelijk aan Sylvie? Waarom ben je verliefd op haar? Nou, ik ben nu niet verliefd op haar. Zij zat toen bij TMF. En eigenlijk had ik volgens mij iedereen die bij TMF werkt een poster van op mijn kamer. Hangt er ook een poster van Sylvie Meis in de intercomruimte? Nou, dat is wel een idee. Ik zie die intercomruimte een beetje voor me als zo'n... Zo'n bouwkeet, weet je wel? Waar je ze schaften, posters aan de muur. Het is een beetje een mancave, ja. 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 Hier wordt gewerkt. Hoe heette Matties eerste huisdier? Ik weet niet wat het was, maar ik denk een konijn en ik ga voor Swift. Wally. Wally was een hamster. Kan er een beetje treurige muziek in? Wally was een hamster en die kreeg staar. Dus die liep tegen de randen van zijn hoekje aan. Dus dan hoorde hij af en toe boek. En dan dacht je, ja, dat is Wally, die heeft staan. Toen kwam Snuffel. Snuffel kreeg een soort van ondefinieerbaar ding uit zijn oor. Op 6? Ja. Ach. En ook nog Timmy. Daarvan is de doodsoorzaak eigenlijk onbekend gebleven, maar ik heb hem wel een week daarvoor laten vallen. Vond ik heel erg toen. Nou, hamsters zijn enig. Ja, je kan er niet lekker mee knuffelen. We hadden vroeger 2 konijnen. Buddy en Stampertje. En die zijn vermoord door de hond van de overburen. Maar ja, goed, wij waren op vakantie, dus mijn oom dacht, wat moeten we nou met die konijnen doen? Dus toen heeft hij ze bij het dierenasiel in de vriezer laten leggen, zodat we ze na 2 weken toch nog konden zien. Nou, ik zal nooit vergeten, die la van het mortuarium ging open, liggen Bunny en Stampertje, ijskoud in de la. Wij aaien, ijskoud konijn. IJskonijn, zo gezegd. Wat is Marieke's stopwoord? Ja, daar heb je er veel van. Zegt Mr. Stopwoord hemzelf. Je hebt lekker schat. Even... Denk niet meteen die context, hallo. Maar die heb ik van jou overgenomen, hè? Een broodje hier, lekker schat. Ik denk dat onwijs een stopwoordje van mij is. Dat ik dat veel gebruik. Oh, ja. Onwijs leuk. Gebruik je onwijs vaak. Lekker. Als Matty geen radio-dj was, wat zou hij dan doen? Ik denk dat je dan was geworden
wat je al was voordat je radio-dj werd, namelijk audio-vormgever. Oh nee, cameraman. Oh, leuk! Ik wilde vroeger altijd cameraman worden. Ja? Ja. Oh, dat had ook echt wel bij je gepast. Ik vind jou wel een cameraman, ja. Mag ik zakken even filmen? Dit is eigenlijk mijn grote droom. Cameraman. Ja. En vroeger maakte ik van schoenendozen camera's en dan deed ik de waslijn van mijn moeder aan. En dan pakte ik een toiletrol en dan was de toiletrol was de lens. Het gaat nog wel een beetje met Parkinson-handjes. dan nog even de kijkersvraag van vorige week. Toen was natuurlijk de vraag, wat is mijn favoriete nummer waar ik helemaal los op kan gaan? Dat is Coming Around Again van Simon Webb. God, wat een oudje. Ja, oh, heb jij die single gekocht destijds? En we blijven nog even in de muziek. Wat was mijn eerste single? Antwoorden erop kun je hier onder in de comments weer neerzetten. En dan volgende week geeft Mattie daar antwoord op. Ik zal een tipje geven misschien. Het was een man. Een man met een gitaar. Oké. Rond de eind jaren 90. Vond je deze video's nou leuk? Wij kunnen ons dat zomaar voorstellen. Dan zijn er nog veel meer video's waar je uit kunt kiezen. Je mag wel iets meer bescheiden hoor. Oh, je kunt ook nog liken. En abonneren. En abonneren en shuffelen. En video's terugzien van eerder. Absoluut. Vanaf daar. En vertel het aan je moeder. Mattie en Marieke. Q Music. Mattie en